Ik lees voor jullie het verhaal Het mooiste cadeau. Dat is geschreven door Jean-Paul Schutten en het hoort bij het zelfportret van Rembrandt. Tussendoor stel ik vragen. Het is leuk om die vragen te beantwoorden. De antwoorden kun je bespreken met je vader en moeder of met iemand anders die in de buurt is. Het kan handig zijn om het filmpje dan even op pauze te zetten. Ah, één kusje, smeekt Rembrandt. Hier, op mijn linkerwang. Eén kusje, kusje, kusje. Nee, zegt Ada. Nou, op mijn rechterwang dan, vraagt Rembrandt. Nee, Rembrandt, ik vind je best leuk, maar wij passen niet bij elkaar. Jij bent een eenvoudige molenaarszoon, maar mijn familie zou het nooit goedkeuren als wij verkering zouden krijgen. Waarom zou de familie van Ada het niet goed vinden? Omdat jouw achternaam Valkenburg is, omdat jij uit een rijke familie komt, is dat het? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Lacht Ada. Ja, dat is toch belachelijk. Het gaat er toch om wie je bent en niet om uit welke familie je komt? Ja, voor jou misschien, maar niet voor ons, zegt Ada. Ik word toevallig een wereldberoemde schilder. Iedereen zal mijn naam kennen. En jij wordt mijn vrouw, dus dan word jij ook beroemd. Wie zegt dat jij een beroemde schilder wordt? De grote schilder Pieter Lastman zelf. En de kunstkenner Constantijn Huygens. Dat zijn toch niet de minste? Nou, ik hoop het voor je. Weet je wat, Ada? Ik ga een schilderij voor jou maken. Het beste dat ik ooit gemaakt heb. Dan zul je zien wat ik kan. Rembrandt rent naar zijn schilderswerkplaats. Hij smijt een doek op zijn ezel en pakt een kwast. Hij staart naar de doek en hij weet het ineens niet. Wat moet hij nou schilderen? Een landschap of een portret van Ada? Misschien een stadsgezicht van Leiden? Hij heeft geen idee. Wat voor schilderij zou jij maken als je Rembrandt was? De volgende dag gaat hij naar zijn vriend, de schilder Jan Lievens. Haha, Rembrandt is verliefd, gniffelt Jan. Ja, lach maar, zegt Rembrandt. Maar wat moet ik nou schilderen? Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat haar het mooiste cadeau geven dat er maar bestaat. Jezelf. Jij gaat die gekke krullenkop van je schilderen. Zo goed als je kan. En dat geef je haar. Dan weet ze meteen wat ze moet missen als ze jou niet kiest. Wat een geniaal idee, roept Rembrandt. Ik geef haar het beste zelfportret dat er maar bestaat. Maar dan staart hij weer voor zich uit. Ja, alleen, hoe doe ik dat? Hoe maak je het beste zelfportret dat er maar bestaat? Wat is er voor nodig om een heel goed zelfportret te maken? Tja, dat zul je zelf moeten uitvinden, Rembrandt. Je hebt er talent genoeg voor. En het helpt natuurlijk om te kijken naar schilders die je zelf goed vindt. Briljant, zegt Rembrandt. Hij geeft zijn vriend een klapzoen op zijn voorhoofd en rent terug naar zijn werkplaats. Rembrandt heeft schetsen bewaard van alle schilderijen die hij mooi vindt. Die bekijkt hij allemaal voordat hij aan de slag gaat. En hij gaat bij al zijn beroemde Leidse collega's langs. Daarna koopt hij een mooie nieuwe spiegel. En vervolgens gaat hij aan de slag. Eerst schetst hij met houtskool, dan pakt hij de verf. Zijn haar is het lastigst. Hoe schilder je nu die duizenden krullen en haartjes? Tegen de tijd dat hij die allemaal getekend heeft, is Ada bejaard en met iemand anders getrouwd, denkt Rembrandt. Hij probeert van alles uit. En zo ontdekt hij het. Als je met een mes in een natte verf krast, dan krijg je levensechte krullen. Dat is het. Rembrandt schildert en schildert. De dagen vliegen voorbij en het schilderij krijgt steeds meer vorm. Het wordt mooi. Het wordt goed. Het wordt beter. Het wordt best. Rembrandt kijkt naar zijn eigen schilderij. Dit is het. Hier gaat hij Ada mee veroveren. Dat kan niet anders.
Hij pakt het schilderij voorzichtig in en rent naar het huis aan het Rapenburg waar Ada woont. Daar bonst hij op de deur en hij roept: Ada! Ada! Een strenge bediende doet open. Wat moet dat met al dat lawaai? Heeft u geen manieren? Nee, hij heeft inderdaad geen manieren, zegt Ada lachend. Het is goed, Willem, laat meneer maar binnen. Nee, zegt Rembrandt, niet binnen. Buiten is het beste licht. Ik zet hem hier neer, zodat je hem op zijn mooist kunt zien. Oh, nog niet kijken. Ogen dicht. Je mag pas kijken als ik het zeg. Rembrandt pakt het schilderij uit, zet hem neer, kantelt en draait en kantelt en draait, totdat het zonlicht er precies goed opvalt. Kijk maar. Ada doet haar ogen open. Ze zegt niets. Wat denk jij dat Ada van het schilderij vindt? Dan begint ze hard te lachen. Haha, Rembrandt, is dit het beste wat je kan? Je gezicht is nauwelijks te zien. Die ogen zijn net twee donkere stipjes. Ik zie vooral dikke strepen met verf. Vind je het niet mooi? Vraagt Rembrandt verbijsterd. Nee, natuurlijk niet. Het lijkt alsof het niet af is. Zo slordig is het en het is veel te donker. Ja, dat is juist de bedoeling, zegt Rembrandt. De beste Italiaanse schilders doen het ook zo. Kijk naar het licht. Zie je dat haar, die kraag? Ja, het lijkt slordig, maar het lijkt ook heel precies. Snap je het dan niet? Dit is veel levensechter en toch ook weer niet. Dat is veel spannender dan alleen maar echt. Nou, ik denk dat jij het niet snapt, Rembrandt. Succes met je schilderij. Ada stapt weer naar binnen. Maar wil je het dan niet eens hebben? Nee, zegt Ada en ze klapt de deur achter haar dicht. Rembrandt blijft alleen achter met zijn schilderij. Hij begrijpt er niets van. Met tranen in zijn ogen loopt hij naar Jan Lievens. Die schenkt een flinke pul bier voor hem in. Hoe zou jij reageren als je Jan was? Dus ze vond het niet mooi, vraagt Jan. Ze moesten zelfs om lachen, mompelt Rembrandt somber. Dan heeft ze er echt geen verstand van, zegt Jan. Het portret is geniaal, eerlijk waar. Ja, het was het mooiste cadeau dat ik maar kon geven. Nou, Rembrandt, misschien heb jij wel het mooiste cadeau gekregen. Hoezo? Vraagt Rembrandt, verbaasd. Soms is een wens die niet uitkomt het mooiste cadeau dat er maar bestaat. Kun jij uitleggen wat Jan daarmee bedoelt? Rembrandt begrijpt niets van die opmerking. Totdat hij een paar weken later ene Saskia Uilenburg leert kennen.